Welkom in de vierde video. Mijn naam is Martijn Groenendal en deze vierde video is ook gevuld met goede tips hoe jij je coachingspraktijk tot een groot succes kan maken en op lange termijn je eigen onderneming laat doorgroeien. 80% van de beginnende ondernemers, en wanneer je coach bent, ben je ook ondernemer, faalt en ja, kan zijn eigen onderneming niet staande houden. Nou, in deze video wil ik het gaan hebben over het hebben van automatische systemen op je website. Er zijn twee tips die ik in deze video heb. Het eerste is dat je op je website wil je een automatisch betalingssysteem hebben. Dat betekent dat de klant gelijk al op jouw website een betaling kan doen. Van een product, een training, een opleiding, een coachingstraject, een coachingsessie. Dat betekent dat je automatisch een systeem, een stuk software, denk bijvoorbeeld aan paypro.nl, is een top website, hartstikke goed bedrijf in Groningen. Paypro, ik gebruik het zelf ook, al jarenlang, op je website installeren. Dat is één. Twee, wat je wilt hebben, is een software systeem op je website waarin mensen een afspraak automatisch en gelijk in orde al kunnen maken. Een online agenda voor een consultatiegesprek. Mensen moeten op je website met één klik een afspraak met jou kunnen maken voor een consultatiegesprek of voor wat dan ook. En wanneer, omdat ze namelijk in de modus zijn van oké, ik wil nu advies hebben, of ik wil hulp hebben, of ik wil met deze persoon werken, of ik wil een consultatie doen. In die mindset maakt het ze makkelijk om dat te doen. Right? Dus dat zijn twee dingen die heel belangrijk zijn. Een automatisch betalingssysteem en een automatische agenda, een online agenda, waarin je dus service biedt aan jouw ideale klant, waar je een passie voor hebt om te helpen. En dat die persoon, wanneer die op jouw website komt, of via e-mail, je contactueert of via de telefoon, dat jij gelijk in je Google Calendar of welke kalender je dan ook hebt een afspraak kan maken voor een consultatiegesprek live of door de telefoon en of een betaling kan doen die je dan opstuurt via de e-mail of die op je website is. Dus dat is heel erg belangrijk. Ten slotte, je moet natuurlijk ook een systeem hebben waarin je een e-maillijst begint op te bouwen, specifiek over één onderwerp. Nou, nogmaals, als je bijvoorbeeld aweber.com, die ik zelf heb gebruikt, je hebt ook Infusionsoft, Mailchimp, zelf gebruik ik Aweber. Wanneer je een e-mailsysteem gebruikt om een e-maillijst op te bouwen, ben je dus één persoon met één specifiek probleem of één service, in mijn geval opleidingen, aan het helpen. Dus je moet ook een automatisch software systeem hebben waarin je e-mails verzamelt. Voor één klant met één probleem waar jij een passie voor hebt. En dan op je website moeten mensen een opt-in kunnen maken, naam en e-mail kunnen achterlaten. Dus dat is ook een voorbeeld van een automatisch systeem. Ik zie je in de vijfde video over hoe jij je coachingspraktijk laat groeien.